Vandaag gaan we op bezoek bij de hospicegroep De Lely. Mensen die in hun laatste levensfase zitten. Hoe worden die verzorgd? Wat zijn de mogelijkheden? Maar ook wat is de motivatie van coördinatoren en vrijwilligers? Ik neem u graag mee. We gaan in gesprek met de coördinatoren Joke Verweij en Marlies Hengeveld en natuurlijk twee vrijwilligers. Goedemorgen. Goedemorgen Joke. Welkom. Het? Dankjewel. Goed, fijn dat je bent. Kom verder. Joke, waar bestaat hospicegroep De Lely eigenlijk uit? Hospicegroep De Lely heeft twee takken, zoals wij dat noemen. Enerzijds het waken bij mensen thuis. Dat doen vrijwilligers veelal 's nachts van 's avonds 11 uur tot 's morgens 7 uur. En de bedoeling daarvan is om de mantelzorgers te ontlasten, zodat die kunnen slapen en dat er gezorgd wordt voor hun dierbaren. En anderzijds het hospice, het huis, het gastenhuis, oftewel een bijna thuishuis met 4 kamers in een huiselijke sfeer. En daar werken we ook met vrijwilligers van 's morgens 7 uur tot 's avonds 11 uur in 4 groepen van 2 vrijwilligers. En daarnaast komt elke dag de thuiszorg natuurlijk voor de verpleegkundige zorg. En wordt de boel aangestuurd door Marlies en mij, professionele coördinatoren. Jullie zijn coördinatoren, maar wat is nou exact jouw rol? Het woord coördinator dekt aardig de lading. Dat is de dagelijkse gang van zaken. Zorgen dat dat goed rijlt en zeilt. Enerzijds de patiëntenzorg die aan onze zorg zijn toevertrouwd in het hospice. En op afstand in de thuissituatie. In de thuissituatie doen we dat in een nauw overleg met de wijkverpleegkundigen. Die ook vaak de aanvraag doen van kunnen jullie ons bijstaan. En wij gaan dan intakegesprek doen en dan zetten we vrijwilligers in. In het hospice komt de aanvraag meestal van een huisarts of via het ziekenhuis. Een medisch specialist die zegt iemand is helaas maar nog beperkt levensduur, heeft een beperkte levensduur en daar zoeken we een plek voor. En dat kan een hospice, bijna thuishuis zijn. Je praat over een beperkte levensduur. Het lijkt me zwaar. Wat is jouw motivatie geweest om je voor een hospice in te zetten? Ja, mijn motivatie is eigenlijk een beetje ervaringsdeskundig. Toen ik in de privésfeer ernstig zieke familieleden had, een vader en een broer, werd ik ondersteund, vooral bij mijn vader, 's nachts door vrijwilligers. Die kwamen waken, zodat ik kon slapen. De coördinator van die organisatie kwam met mij een gesprek doen. Toen dacht ik, wauw, dat is een mooie zorg. En ik zag hoe blij ik er zelf mee was. Ik denk, dat is dus heel erg dankbaar werk. En het hospice had ik weinig ervaring mee, maar dat gaandeweg was het van mij wel bekend in Winterswijk wie daar allemaal actief in waren. En daardoor ging dat wel spelen en duidelijk worden dat ik dat ook een hele mooie zorg vond. Ik werkte toen op een afdeling oncologie en dat is natuurlijk een verlengstuk, of het hospice is een verlengstuk, kan het zijn van zo'n afdeling. Dat is eigenlijk de motivatie. Maar Liesbeth, wat voor organisaties werken jullie zoal samen? Wij werken heel veel samen met zorgorganisaties, eigenlijk heel breed aan zorgorganisaties. Maar vooral veel met de thuiszorgorganisaties, die melden veel mensen wel aan bij ons. Maar dat gaat altijd in samenwerking met de huisarts. Dus dit zijn belangrijke zorgorganisaties voor ons. Maar ook het ziekenhuis, daar hebben we veelvuldig contact mee. En zo zijn wij ook onderdeel van het palliatieve netwerk onder andere, waar we mee met verschillende zorgorganisaties samenwerken. En zijn we ook onderdeel van Café Doodgewoon. Daar werk je ook weer met andere gemeentes of vrijwilligersorganisaties samen. Dus het is eigenlijk een heel breed palet aan zorgorganisaties waarmee we samenwerken. Jullie werken veel met vrijwilligers. Ja. Waar moet een vrijwilliger nou aan voldoen en hoe ziet dat bestand van vrijwilligers eruit? Nou, we hebben een heel breed vrijwilligersbestand. We hebben vrijwilligers die vooral zelfstandig kunnen werken, die hier in het hospice zelfstandig met z'n tweeën hun werkzaamheden kunnen voldoen. Maar ook in de thuissituatie moet je wel vrijwilligers hebben die het alleen kunnen en willen zijn in een woning.
mensen moeten wel flexibel kunnen zijn, daarmee om kunnen gaan. We hebben verschillende diensten wat zij kunnen en mogen draaien. Maar ze moeten er vooral kunnen zijn. Een luisterend oor kunnen bieden, aanvoelen hoe is de gast of hoe is iemand thuis. Dat ze daarop kunnen invoelen, mee om kunnen gaan. Ook is het wel fijn dat ze zich nog wel wat drukte aan kunnen. Want soms dan is het hier best wel een hele bezige bedoeling. En daarin is het wel fijn dat je dat allemaal wel kan overzien en kan handelen. Dus daarin... Maar ze moeten vooral mensen kunnen aanvoelen en er kunnen zijn. Dat is zeker heel belangrijk. In totaal zijn we met zo'n kleine 80 vrijwilligers. En dat is niet alleen vrijwilligers hier in het hospice of thuis waken. Maar zo hebben we ook een klusjesman, iemand voor de boodschappen, tuinmannen. En ook de bestuursleden zijn ook allemaal op vrijwillige basis. Henny, je werkt hier als vrijwilliger binnen de hospice. Wat is jouw motivatie geweest om juist hier vrijwilligerswerk te doen? Nou, ik ben graag onder de mensen en in deze situatie is het natuurlijk wel iets bijzonders, maar het is fantastisch werk om te doen. Wij zijn er voor de gasten, wij zijn als gastheer natuurlijk ook voor alle vrienden, kennissen, het bezoek wat komt voor onze gasten. En wij zorgen met een heel groot team van vrijwilligers natuurlijk heel erg goed voor onze gasten die we hebben. Als ik als buitenstaander kijk, denk ik aan hospice, aan heel veel verdriet. Mensen zitten aan het einde van hun levensfase. Hoe ervaart u dat? Nou, dat is natuurlijk wel zo. Kijk, als de mensen hier binnenkomen, dan is op zich voor de gasten al heel moeilijk. Ze weten, er is een termijn van ongeveer 13 weken, 3 maanden dat ze hier kunnen zijn. En dat ze dus ernstig ziek zijn. En uitbehandeld zijn. Dat is heel vervelend. Maar toch vinden wij het zo prachtig om voor die mensen wat te kunnen doen. En die mensen zijn vaak ook nog heel opgewekt en vrolijk. En dat geeft ons zoveel voldoening dat wij in die laatste fase van het leven nog zoveel kunnen betekenen. En op het moment dat de mensen komen te overlijden, dan is het vaak ook een, nou, het is mooi geweest. En wij zeggen, nou, we hebben heel fijn daarmee gewerkt, hè, met de gasten. En dat is superwerk. Meneer Pillen, kunnen we even bij een cliënt van u gaan kijken? Ja, dat kan. We hebben 4 kamers. We kunnen eventjes kijken bij Johan op kamer 2. Johan zit op het moment even te puzzelen. Dat vindt hij wel leuk, dat u even komt. Henny, we gaan even naar een van de gasten. Ja. Johan, hoe vind je het hier bij de Lely? Leuk, ja. Wat is zo leuk hier? Nou, je bent veel, veel rustiger als je daar bent. Als dat je thuis bent? Ja, als we, ja. En hier, ik zie, je bent heel creatief bezig. Ik zie puzzels en met Lego. Kun je daar wat over vertellen? Nou, mijn grote hobby, vroeger was het puzzelen zo fijn. En nu mijn allergrootste hobby van Texas Lego en fietsen vind ik leuk. Ja, nu lukt het niet meer met het ziekte en dat ik heb... fietsen allemaal weg daar bij SNEA, dan nou ik hier zin. Ja. Hey, maar Johan, je bent ziek, hè? En hier heb je lekker rust. Maar hier is ook Henny om jou te helpen en andere vrijwilligers. Ja. Wat doen ze met jou? We doen even alles mee. Minim naar buiten en als een sigaretje roken. En gewoon gezellig? En gezellig hier. Heel gezellig. Heel goede collega's en dat. Samen een kopje koffie te drinken. Ja, ja en veel rustiger en daar. En als je daar bent, allemaal veel te druk. Ik moet dit doen, ik moet dat doen. Ja. En dan doet die ander helemaal niks. Ik moet horen door, alles alleen doen. Nee, dat. Ja, en als je ziek bent, dan heb je daar niet meer de energie voor, toch? Nee, dan wordt het heel slechter uit.
heel vaak een operatie gehad, een stuk of 5 keer operatie gehad al. Zo. En dan heeft hij verder teruggevallen. En nu heb ik al voegen in de voeten zitten en dat. Dan loop ik ook niet zo goed en dat. Dan lukken de dingen niet meer zo goed, hè? Nee. Hey, dankjewel voor je verhaal. Alsjeblieft. Kijk, je doet de thuiswaken. Ja. Wat houdt dat precies in? De thuiswaken is wat we doen dat overwegend 's nachts. We gaan er dan tegen 22:45 zorg je dat je er bent. Vanaf 11 uur zijn wij er tot 7 uur 's ochtends. Je sluit dan eerst aan bij de familie of de naasten die er op dat moment zijn. Soms is dat ook niet het geval, maar meestal wel. En heb je met hen een gesprek over hoe het is, hoe zij eraan toe zijn. Vaak vertellen ze hoe zij eraan toe zijn, wat ze eraan meegemaakt hebben enzovoort. En dan meestal met een kwartiertje gaan zij weg en dan nemen wij de waakdienst over, zeg maar, die nacht. En de volgende ochtend om 7 uur komt de familie of de naaste die weer terug om het over te nemen. De bedoeling is dat mensen die een familielid hebben of een naaste hebben die zo ziek is en aan het eind van het leven, dat we die helpen een beetje ontlasten om te zorgen dat ze ook hun rustmomenten krijgen. Het lijkt me een intensieve klus, het avondwaken. Ja. Hoe ben je er zo toe gekomen? Wat is jouw motivatie geweest om je in te zetten voor mensen die... Ik heb het voordeel ervan gezien. Toen ik nog gewoon zelf werkte, en volop werkte, toen was mijn moeder terminaal ziek. En we hebben toen, dat was toen in Utrecht, dus niet hier, maar goed, die VPTZ is een overkoepelende organisatie. Dus dat kun je overal krijgen in Nederland, als het goed is. Toen hebben wij mensen voor thuiswaken gehad, voor overdag, dat kan namelijk ook. En omdat we allemaal banen hadden, er niet steeds overdag konden zijn. En mijn moeder was weliswaar in een verzorgingshuis, maar daar kan ook niet iemand naast het bed komen zitten, want er is geen tijd voor. En Sterven Thuis, heette het in Utrecht, kwam iemand van en die nam dat van ons over. En ik heb dat toen zelf al zo ontzettend geruststellend ervaren dat er voortdurend iemand was en dat mijn moeder als wakker was, iemand had om even mee te praten of even contact mee te hebben en daar niet alleen te liggen. Ik heb dat ontzettend waardevol gevonden. Hoe gaat u daarmee om dan? Van stel, mensen zijn bang? Als ze daar wat over zeggen, kun je het daarover hebben. Ik zelf heb die angst niet. Dat is... De angst om te sterven, bedoel je? En de angst om erbij te zijn als iemand sterft. Ik ben erbij geweest toen mijn eigen moeder stierf. Dat stukje heb ik gedaan. En toen kwam een neef van mij de volgende dag binnen en zei: "Goh, Marijke, dat je daar alleen mee was." Ik zeg, ik heb dat helemaal niet. Ik vond het een cadeautje dat ik het laatste stukje met haar heb mogen doen. We hebben een hele waardevolle ochtend gehad bij de hospicegroep De Lely. We hebben gesproken met vrijwilligers, de motivatie en mocht u geïnspireerd zijn na de uitzending, ga vooral kijken op de eerste zaterdag van de maand. Dan is er een inloopochtend van 11 tot 12:30 of bel met de coördinatoren.